Goedemorgen. Het is vandaag relax, chill en doe vooral niet te veel dag. Maar Jarno had ineens besloten dat hij wilde gaan sporten. Hij zei, ja, doe even een rondje hardlopen en af en toe een beetje oefeningen tussendoor. Ik zeg, nou, nee. Ik zeg, we zouden vandaag niks doen. Hij zei, ja, maar ja, als we vandaag de hele dag hier blijven, dan kan ik wel even sporten. Ik zeg, schat, ga vooral lekker sporten, maar ik wil eigenlijk niet echt mee. Als ik ergens een hekel aan heb, is het hardlopen ook echt, weet je wel. Ik vind het nog wel prima om een beetje, weet ik veel, ja, oefening in de sportschool, krachttraining. Maar cardio, dat doe ik echt al met tegenzin. Laat staan hardlopen. Dus hij is lekker sporter, nadat we hebben ontbeten. En ik heb mijn bikini vast aan, want we gaan zo lekker zwemmen. Want dat vind ik dan wel weer leuk. Dan denk ik, ja, weet je, ik ga liever even een baantje trekken in het zwembad, dan dat ik ga hardlopen. Dus, maar ik wacht wel even op hem. Want ik moet toch hier de boel nog opruimen. Ontbeten. We hebben dus stokbrood hadden we gisteren nog gehaald. Nou, die was nu vandaag nog wel lekker. En dan aardbeidjes en het is hier echt een puinhoop. Dus dat ga ik even opruimen. Deze chocola trouwens, die hebben we gisteren ook gekocht. Heb ik hem niet meer laten zien. White chocolate strawberry and meringue. Die is zo lekker. Hier zie je nog een stukje. Het is inderdaad meringue, het is gewoon een eiwitschuim. En dan ja, aardbeien, gedroogde aardbeien. Die is echt fantastisch. Hij is 2,50 of zo, maar hij is het wel waard. Dus echt, ik vond hem nog lekkerder dan. Hoe heet dat? Ik weet nooit. Toco Chocolonely. Tony Chocolonely. Lonely. Tony Chocolonely. Die. Ah, ik heb al 100 keer hebben mensen gezegd: nee, het is Lonely of Lonely. Chocolonely, denk ik. Maar ik weet het niet meer. Dus ik ga nu gewoon even genieten van een momentje alleen in dit huisje. Dus dat draag ik ook wel lekker. Het is heerlijk om bij elkaar te zijn. Maar het is ook zo lekker als je eventjes gewoon je eigen ding kan doen. Dat is ook wel goed. En dat ga ik vooral doen met hier op de bank zitten en flesje kijken. Ik ga straks wel de onderwatercamera meenemen. Dan kunnen we nog eventjes lekker in het zwembad ook filmen. Ik heb nog geen idee hoe het eruit ziet. Ze noemen het een tropisch zwemparadijs. Maar ik heb het idee dat het niet zo geweldig zal zijn als het klinkt. Wij zijn in ons tropisch zwemparadijs. Dat stond erop. Paradijs. Volgens mij is het. Oh nee, er zit wel iemand in. Ik wou zeggen, volgens mij is het baantje zwembad dicht. Maar we hebben in ieder geval wel een glijbaan. Maar verder is het inderdaad niet zo spannend. Oeh, hij zit er al bijna in, jongen. Koud? Nee, warm? Lekker. Dit is ook een bubbelbad. Oh ja, het is echt heel warm. Het is gewoon badwater warm.
Hubble. Die is leuk. Ik hoop dat die man straks niet, of vrouw niet meer weet welke van hem is. Dan kunnen we lachen. Hé, hey, lekker ding. Ja. Wij gaan even naar de supermarkt. Ik zie er zeer verstrooid uit. Hebben jullie dat ook, dat als je in het chloor bent geweest, dat je haar gewoon onborstelbaar is? Hallo. Hoi. De laatste poging om te kijken of we misschien toch nog iets klaar kunnen maken in deze verrekte oven. En als dit ook mislukt. Maar er zat dus zo'n mini pizza snack stand op. Hoe ziet hij eruit? Het ziet er wel goed uit. Het ruikt ook goed. Maar toen dacht ik, als ze de mini pizza snack erin kunnen bakken, dan moeten broodjes toch ook kunnen. In mijn oventje gooi ik ook altijd alles. Maar ja, als dat niet lukt, hebben we pech. Zout doen eigenlijk ook blij. Ja. Dan wordt het geen lekker vasten. We hebben maar weer eens een gezonde maaltijd voor onszelf gemaakt. Lekker pasta met kip, pesto, champignons en rucola. Kijkend dag naar Schippers op ons mini beeldscherm. De baan boven haar. Het lijkt hier heel donker, maar het komt niet. Dikzakken zitten weer aan het brood. En Jano heeft het gewoon gefixt. Hij heeft het stokbrood letterlijk doorweekt van het water gemaakt voordat hij erin deed. Zodat hij niet kon uitdrogen. En dat heeft gewerkt. Ja. Wij gaan lekker slapen. Bedankt voor het kijken en wel trust in. Tot morgen. Zo. Toedele strookjes, hè? Toedele strookjes.